Hallo? Hallo? Je kunt gewoon open drukken, Joost. Hallo? De boodschappen van vanmorgen, ontbijt. Kijk eens even. Lief, hè? Wil je een kwijt of kijk eens en zo. Of Twilight. Oh, Twilight. Zo blauw. Ook... Rebecca in de voorzitter. Hier ligt een natte handdoek op een elektrisch apparaat. We waren al drie keer voorbij gereden, dus op een gegeven moment zijn we maar uitgestapt en gaan rondwandelen. Toen zijn we daar naar binnen gegaan. Toen was het zag er gewoon een beetje uit als een hele simpele, een heel simpel goedkoop restaurant. Ze dacht een beetje erg, maar ze presenteerden. Ja, precies. Ja, ik moest ook altijd veel te veel moeite doen om even in de zon te zien. Ja, veel te zien. Je hebt ook echt zo'n goede huid hoor. Maken voor. We hebben veel te maken voor mijn bed. Van jouw bed. Nee. Ga ik nog even naar de papaya toe. Reserveren, ja. Daar ook niet. Ja.
ook een paard houden. Hier, ja. Wijn of zo? Blue wijn? Die zijn er altijd. Everybody. Ik nu de beste vriendin. Ik heb ook opeens. Twee hele maanden duurde het zoeken en hij kreeg bijna weer lukken. Hij moest bijna met zijn neus weer in de boeken. Maar je werd gezien. Voor een aanval een heldin, zoals iedereen jou kent. Jouw lijst was erg bescheiden, geen dure cadeaus voor jou. Geen eindje moest ik rijden, maar heel even in de kou. Niet alles op jouw lijstje kan ik vinden. Nee, nu slechts twee kantjes voorgelezen, de volgende vier hoeven jullie toch niet meer voor te vrezen. Waarom zou je boeken lezen van Tommy Wieringa? Als ik alle gedichten van vanavond speciaal voor jou verzamelen ga. Omdat deze kerstvrouw zoveel van het schrijven houdt, zijn de laatste. Sheep more? Thank you.
dan... Nee, want ik heb altijd alleen maar minis. Omdat ik natuurlijk heel vaak alleen maar met handbagage reis. Ja. Dus dan ben ik dat er helemaal op voor. Nee, dat niet.